In 12 steden, 13 ongelukken maakt u kennis met betrokkenen van ongevallen op straat, op het werk of thuis. Nieuwe technieken maken perfecte registratie mogelijk. Gegevens over weersomstandigheden, vervoermiddelen, slachtoffers en letsel worden opgeslagen en stellen ons in staat ongevallen zeer nauwkeurig te reconstrueren. Uit het actuele bestand kiezen we steeds een ongeval in een andere stad, met wisselende oorzaken en gevolgen. Namen en omstandigheden van personen zijn veranderd. De ongevallen zijn waar gebeurd. Ik ben op weg naar Eindhoven, de lichtstad. Het is 2:30 s'nachts en gelukkig rustig op de weg. Er gebeuren s'nachts nog meer ongelukken dan overdag. Het zicht is minder, waardoor je reactietijd ook korter is. Er is meestal weinig verkeer op de weg. Het uitzicht is nogal eentonig en je bent vaak ook moe. Juist daardoor is concentratie s'nachts hard nodig. Kijk naar een verhaal wat mij persoonlijk erg aangegrepen heeft. Het verhaal van de disjockey Igor Koster, zijn vriendin Sas en hun vrienden Nico en Els. Laat met je werken vanavond. 10 uur, Nico komt me halen. Nou. Op Igor Koster, de aanstaande doctorandus. Nico, ik wil af en afsluiten met het nummer van de stand. Hindu Holloway. Ja. Zit hij voor in de voor die eind zo nu? Ja, hij is er bijna. Je zegt het maar. Goed, en dan gaan we nu afsluiten met een nummer van de Eindhovense band Homicide. Een nummer van hun eerste cd die deze week in Nederland uitkomt. Het is Homicide met Hindu Holloway. Morgen rond deze tijd zit Thijs Bos hier met het lokale nieuws en informatie. Ik ben Nico Koster, dit is Radio Lichtstad. En ik zou zeggen, tot de volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd. En bedankt voor het luisteren. Dag. Oostenrijk is wel een stuk goedkoper. Nou, dat valt wel mee. Italië lijkt me veel leuker. Oostenrijk is wel erg truttig. Nou, dat is dan geregeld. Begin februari gaan wij met z'n vieren skiën in Italië. Dus voorlopig gaan we 1 keer per week de lucht in. En wat die presentatie betreft, Hilversum heeft eindelijk een besluit genomen. De keuze is op jou gevallen. Yes, Igor Koster, baby. Oh ja, je moet wel een andere naam verzinnen. Igor Koster klinkt niet. Met Igor Koster, if I may ask. Wacht even. Een potenfietsen, dag. Ja, dag, fietsen. Nee, wacht maar even. Fietsen. We fietsen tot we een naam hebben, yes. Zeg, mag ik even hier even... We fietsen tot we een naam hebben. Het is noodzakelijk in Groningen, fietsen. Ja, we kunnen doorfietsen dan naar Siberië. Ja, tot in Siberië. Fietsen. Igor.
Trans-Siberië Express. Je hoort openingsmuziek. Sampletje van een stoomlocomotief. Bizarre tochten door de geschiedenis van de zwarte muziek. Met als betrouwbare en oplettende machinisten. Igor, Siberië. En hoe moet het dan met je studie? Het kan toch makkelijk samen, is 1 dag in de week. Weet je dat zeker? Ja, maak je nou maar niet druk. Dan moeten zij de geheimen ontrafelen. Thunderheart met Mel Kilmer en Sam Shepard. Thunderheart, donderdag... Het leer is bijna afgelopen. Ik sluit aan met Kaart, dan kom jij op jouw tekenplaat. Plaatje Living Color? Ja, staat klaar. Komt u. Vrijdag de 23e. Het is bijna 23:55. Buiten het studio hier in Hilversum staat een koude, gure wind. Het is nat. Het is allemaal een beetje winters weer. Ik zou zeggen de ideale omstandigheden voor alweer de derde Trans-Siberië Express. Ik ben Igor Siberië en we beginnen met een lekkere opwarmer. Dit is Living Color. Love and happiness. Ik heb gewoon geen zin meer in die studie, Sas. Je staat 3 maanden voor je afstuderen. Ik heb nog wat te eten. Jij zou toch koken vanavond? Ik heb geen tijd gehad om boodschappen te halen. Jezus. Ik heb de hele dag gewerkt. Als ik thuis kom, wil ik gewoon eten. Ja, ik werk niet. 1 dag in de week. En 2 dagen voorbereiden. En dan is het ook nog zoiets als die studie. Oh, je studie. Wat moet ik nou met bedrijfskunde? Ik heb toch een baan? Freelance, je zit niet eens in het ziekenfonds. Dat heb ik allemaal al lang geregeld, hoor. Als ze willen, zetten ze je gewoon op straat. Ja, het is nog helemaal geen baantje van 9 tot 5. Wat is daar mis mee? Je hoeft alleen je scriptie nog maar te schrijven. Hou erover op, Sas. Ik stop gewoon. Heb je nog gekeken of je de eerste week van februari vrij kan krijgen? Dat moet ik nog vragen. Morgenavond komen Els en Nico eten om over de vakantie te praten. Of moet jij dan weer werken? Morgenavond ben ik vrij, Sas. Dat weet jij best. Jongens, volgens mij is het een Al Green opname uit 75. Hoe lang zijn we nog bezig? Uur. Minstens. Ja, stop. Sas, Igor, ik ben in ieder geval een uurtje bezig, dus reken we niet op met eten. Ja, als ik klaar ben, dan kom ik gelijk. Wat? Ik beloof het toch. Ja, Sas. Tot zo, Sas. Dit is hem. Dit is hem. Ja. Thank you.
je niks te zeggen? Sliep je nog niet? We hebben de hele avond op je gewacht. Ja, het duurde allemaal iets langer dan we dachten. Ik word hier doodziek van. Ik kan geen vrij krijgen. Maar volgende week ben ik vrij en dan had ik het plan om gewoon met z'n tweeën in de auto, ja, naar Frankrijk of Zwitserland. Dan heb ik geen vrij. Skis boven op de auto en. Wegwezen. Ik was van plan om nog even bij de Soul te blijven, maar het loopt nu tegen 11:30. En voor diegenen die zodra ik naar bed willen gaan, wel te rusten, maar ik blijf er nog even bij. We zijn er nog zeker een half uur. En voor diegenen die zo nog gaat stappen, dan is dit er een om vast lekker in te komen. Dit is voor de eerste keer dat die podiumprijs live wordt uitgezonden. En nu Theo plotseling ziek is geworden, hebben we snel iemand anders nodig voor die presentatie. Ik wilde eigenlijk volgende week vrij vragen. Hoezo? Ja, ik heb zelfs beloofd om op wintersportvakantie te gaan. Ons nu niet laten zitten. En bovendien, ze willen jou hebben. Tom weet dat ik het heel graag wil doen. Mooi zo. Muziekje morgen om 9:30. En je weet wat dat betekent, hè? Als het morgen goed doet. Ik vind dat je je ongelooflijk aanstelt. Waarom maak jij je zo druk over die vakantie? Je begrijpt toch wel wat dit voor mij betekent? Begrijpen? Oh ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het absoluut. Dit is onzin, Sas. Totaal waanzin. Absoluut de bovenuit stijgt. Ik zal er verder niet langer omheen draaien, maar enkele punten uit het juryrapport zijn: talent, de beste live act, originaliteit, de podiumprijs 1992 gaat naar Homicide. Zo, rustig, meneer de druk te maken. Sas, je kan zo lang blijven als je wilt totdat je weer wat beter voelt. We hebben geen enkele last van je. Je hebt toch gedaan wat ieder normaal mens zou doen. Met types als Igor is niet te leven. Ik ben blij dat Nico niet verder is gegaan in de muziek. Want ik heb het nu nog één keer moeten proberen. Kom, Sas. Dit is de dames, hoor. Ja, 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 het is wel goed.
leuke mannen genoeg. Zo moet ik het zien. Kom, we gaan naar huis. Het is hartstikke laat. Sta je nou toch moeilijk te doen, man? Kom op, het is partytime. Even niet dom. Niet zo in die stemming. Dit mag je niet missen. Dit is de succes. En Sas. Sorry. Oververmoeid gaan rijden is onverstandig en onverantwoordelijk. Zeker in het donker is de kans dat je in slaap valt niet denkbeeldig.
Igor is tot heuphoogte blijvend verlamd geraakt. Hij zal nooit meer kunnen lopen. Door dit ongeluk is er bovendien een einde gekomen aan zijn radiocarrière. Na overleg met de arbeidsdeskundige heeft hij besloten om alsnog zijn studie af te maken. Om toch nog iets van zijn leven te kunnen maken. Niets kan ooit zo belangrijk zijn dat je onverantwoord gaat rijden. Je leven is per slot van rekening het allerbelangrijkste. Maar de jury is unaniem van mening dat één band absoluut erbovenuit stijgt. Ik zal er verder niet langer omheen draaien, maar enkele punten uit het juryrapport zijn: talent, de beste live act, originaliteit, de podiumprijs 1992 gaat naar Homicide. Zo, rustig, meneer de drukte maar. Sas, je kan zo lang blijven als je wilt totdat je weer wat beter voelt. We hebben geen enkele last van je. Je hebt toch gedaan wat ieder normaal mens zou doen. Met types als Igor is niet te leven. Ik ben blij dat Nico niet verder is gegaan in de muziek. Want ik heb hier nog één keer moeten proberen. Kom, Sas. Dit is de dames, hoor. Ja, het is goed. Zie je wel. Leuke mannen genoeg. Zo mag ik het zien. Kom, we gaan naar huis. Het is hartstikke laat. Wat sta je nou toch moeilijk te doen, man? Kom op, het is partytime. Even niet dom. Niet zo in de stemming. Dit mag je niet missen. Dit is dus succes. Sas. Sorry. En je weet wat dat betekent, hè? Als het morgen goed doet. Nou, dan ga je toch lekker in je eentje op vakantie? Ik vind dat je je ongelooflijk aanstelt. Waarom maak jij je zo druk over die vakantie? Je begrijpt toch wel wat dit voor mij betekent? Begrijpen? Oh ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het absoluut. Dit is onzin, Sas. Taal. Waanzin. Ja.
hoogtepunt van de avond. We zijn toegekomen aan de finale. Nou ja, na 12 rondes door het hele land zijn we toegekomen aan deze laatste avond. We hebben alle bands voorbij zien komen. Iedereen zal wel een eigen mening hebben, maar de jury is unaniem van mening dat één band absoluut erbovenuit stijgt. Ik zal er verder niet langer omheen draaien, maar enkele punten uit het juryrapport zijn. Talent, de beste live act, originaliteit, de podiumprijs 1992 gaat naar Homicide. Zo, rustig meneer de druk te maken. Sas, je kan zo lang blijven als je wilt totdat je weer wat beter voelt. We hebben geen enkele last van je. Je hebt toch gedaan wat ieder normaal mens zou doen. Met types als Igor is niet te leven. Ik ben blij dat Nico niet verder is gegaan in de muziek. Want ik heb hier nog één keer moeten proberen. Kom, Sas. Goed, en dan gaan we nu afsluiten met een nummer van de Eindhovense band Homicide. Een nummer van hun eerste cd die deze week in Nederland uitkomt. Het is Homicide met Hindu Holiday. Morgen rond deze tijd zit Thijs Bos hier met het lokale nieuws en informatie. Ik ben Nico Koster, dit is Radio Lichtstad. En ik zou zeggen tot de volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd. En bedankt voor het luisteren. Dag. Oostenrijk is wel een stuk goedkoper. Nou, dat valt wel mee. Italië lijkt me veel leuker. Oostenrijk is wel erg truttig. Nou, dat is dan geregeld. Begin februari gaan wij met z'n vieren skiën in Italië. Zit en eventueel zoals vrijdag. Dus voorlopig gaan we één keer per week de lucht in. En wat die presentatie betreft, Hilversum heeft eindelijk een besluit genomen. De keuze is op jou gevallen. Yes, Igor Koster, baby. Oh ja, je moet wel een andere naam verzinnen. Igor Koster klinkt niet. Hey, wat kijk jij nou? Wat doe je nou? Wat is er mis met Igor Koster, if I may ask? Wacht even. Een potenvlies af. Ja, dag, fietsen. Nee, wacht maar even. Fietsen. We fietsen tot we een naam hebben. Yes. Zeg, mag ik even hier even... We fietsen tot we een naam hebben. Het is noodzakelijk in Groningen. Fietsen. Ja. We kunnen doorfietsen dan naar Siberië. Ja. Dat is Siberië. Fietsen. Igor. Igor. Trans-Siberië Express. Je hoort openingsmuziek. Sampletje van een stoomlocomotief. Bizarre tochten door de geschiedenis van de zwarte muziek met als betrouwbare en oplettende machinisten. Igor, Siberië. En hoe moet het dan met je studie? Het kan toch makkelijk samen, is één dag in de week. Weet je dat zeker? Ja, maak je nou maar niet druk. Technieken maken perfecte registratie mogelijk. Gegevens over weersomstandigheden, vervoermiddelen, slachtoffers en letsel worden opgeslagen en stellen ons in staat ongevallen zeer nauwkeurig te reconstrueren.
Uit het actuele bestand kiezen we steeds een ongeval in een andere stad. Met wisselende oorzaken en gevolgen. Namen en omstandigheden van personen zijn veranderd. De ongevallen zijn waar gebeurd. Ik ben op weg naar Eindhoven, de lichtstad. Het is 1:30 s'nachts en gelukkig rustig op de weg. Er gebeuren 's nachts nog meer ongelukken dan overdag. Het zicht is minder, waardoor je reactietijd ook korter is. Er is meestal weinig verkeer op de weg. Het uitzicht is nogal eentonig en je bent vaak ook moe. Juist daardoor is concentratie 's nachts hard nodig. Kijk naar een verhaal wat mij persoonlijk erg aangegrepen heeft. Het verhaal van de disjockey Igor Koster, zijn vriendin Sas en hun vrienden Nico en Els. Sas. Hoe laat moet je werken vanavond? 10:00, Nico komt me halen. Nou. Op Igor Koster, de aanstaande doctorandus. Nico, ik wil achterna afsluiten met het nummer van Homestyle. Hindu Holloway. Ja. Zit hij voor die eindzone? Ja, hij is er bijna. Je zegt het maar. Goed, en dan gaan we nu afsluiten met een nummer van de Eindhovense band Homestyle. Een nummer van hun eerste cd die deze week in Nederland uitkomt. Het is Homestyle met Hindu Holloway. Morgen rond deze tijd zit Thijs Bos hier met het lokale nieuws en informatie. Ik ben Nico Koster, dit is Radio Lichtstad. En ik zou zeggen, tot de volgende week, dezelfde dag, dezelfde tijd. En bedankt voor het luisteren. Dag. Hoor? Als ze willen, zitten ze hier gewoon op straat. Ja, het is nu helemaal geen bandje van 9 tot 5. Wat is daar mis mee? Je hoeft alleen je scriptie nog maar te schrijven. Hou erover op, Sas. Ik stop gewoon. Heb je nog gekeken of je de eerste week van februari vrij kan krijgen? Ik heb nog vragen. Morgenavond komen Els en Nico eten om over de vakantie te praten. Of moet jij dan weer werken? Morgenavond ben ik vrij, Sas. Dat weet jij best. Jongens, volgens mij is het een Al Green opname uit 75. Hoe lang zijn we nog bezig? Uur. Minstens. Ja, stop. Sas, Igor, ik ben in ieder geval een uurtje bezig, dus reken me niet op mijn eten. Ja, als ik klaar ben, dan kom ik gelijk.
Wat? Ik beloof het toch. Ja, Sas. Tot zo, Sas. Dit is hem.